Een biertje drinken op het strand van Nesselanden is er ook dit jaar niet bij. Burgemeester en wethouders van Rotterdam hebben besloten een alcoholverbod voor het strand met een jaar te verlengen. Het alcoholgebruik leidde in de voorgaande jaren tot veel problemen. Jongeren die te veel dronken zorgden voor overlast. Het verbod geldt tot 1 oktober. Vorig jaar werd voor het eerst een alcoholverbod in Nesselanden uitgevaardigd. De shorters in de Rotterdamse haven zijn weer aan het werk. Werkgevers en vakbonden zitten weer om de tafel om tot een akkoord te komen voor een nieuwe CAO voor de shorters in de Rotterdamse haven. Eerder waren de onderhandelingen vastgelopen omdat de werkgevers zich niet konden vinden in onder meer de looneis van de bonden. Een meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad wil dat de gemeente geld beschikbaar stelt om de dreigende ontslagen bij het roodbedrijf van de Roottrep te voorkomen. Bij het roodbedrijf werken mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking. Van 220 werknemers dreigt een tijdelijk contract niet te worden verlengd. Leefbaar Rotterdam, de SP en de PvdA vinden dat deze mensen niet de dupe mogen worden van bezuinigingen van het rijk. Vanochtend hebben we te maken met flink wat zonneschijn, maar vanmiddag ontstaan er meer en meer stapelwolken, met name landinwaarts. Temperaturen zo'n 14-15 graden en waaien doet het nauwelijks.